Harry, 48 uur voor countdown. Hè? Vertel eens even in kort wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, inderdaad. Het is in de eerste plaats ontzettend spannend allemaal. We hebben een nieuw Drents Museum de Buitenplaats. We staan nu in de tentoonstellingsruimte van ons museumpaviljoen. Daar hebben we straks de allereerste tentoonstelling die we gaan laten zien. Power to the Flower. Een tentoonstelling die gaat over bloemen. Over bloemen uit de Art Nouveau. Maar ook gekoppeld aan hedendaagse kunst, zoals je achter mij nu kunt zien. En we zijn super tevreden over hoe de ruimtes er nu uitzien, hoe de samenwerkingen zijn, ook in het dorp hier. En ik denk dat we straks naar een hele mooie opening toe gaan. En kom je op tijd gereed met alles? Absoluut. We zijn natuurlijk uit het zicht van het publiek nog wel met van alles en nog wat bezig. Maar we hebben in deze zaal al heel veel nieuwe veranderingen aangebracht. We hebben nieuwe wanden aangebracht, waardoor we de kunst beter kunnen laten zien en kunnen hangen. Er is een nieuw verlichtingssysteem in gekomen. Het oude kantoor is eruit, dat zijn nu garderobe en lockers. Er zijn nieuwe toiletten ingekomen. De museumwinkel is vernieuwd. We hebben een andere routing gemaakt. Dus kortom, alle aanleiding om een keer naar jullie eigen museum, de Buitenplaats, toe te komen. Zaterdag 5 oktober hebben we een open dag. Dus dan is iedereen van harte welkom. En uiteraard is de toegang vrij. Dat moet, want als je iets te vieren hebt, dan moet je geen entree heffen. En we hopen dat er heel veel Eelde Paterswoldenaren hier naartoe komen. Om hun nieuwe eigen museum te komen gaan bekijken. En we zullen er zelf ook zijn. En we zouden het heel leuk vinden om met iedereen in gesprek te gaan. Om te horen wat ze ervan vinden.